Goedemiddag allemaal. Nou, we hebben net buiten geluncht. Het is 12 december 2021 en de zon schijnt en we hebben op ons terras geluncht. Ongelooflijk, wel een truitje aan, maar heerlijk. Oké, dat zijn een van de geneugtes van het wonen in Frankrijk. Als de zon hier schijnt, is het ook meteen zo lekker dat je buiten kunt zitten. Uit de wind, weliswaar. Nou, dat hebben we dus gedaan. Jullie hebben de afgelopen dagen naar verschillende talks van mij geluisterd en ik had er gisteren een opgenomen waarin ik vertel dat het heel belangrijk is om trouw te zijn aan jezelf, aan je eigen pad, aan je eigen hart. En de laatste talk die ik heb opgenomen, die ga ik vandaag delen of morgen. En die zette mij eigenlijk aan tot denken. En dat ging ook eigenlijk een beetje over het jezelf volgen en hoe belangrijk het is om je niet te laten afleiden door anderen. En toen kwam ik een beetje tot de inzichten dat er is zoveel literatuur, er is zoveel wat er allemaal te lezen valt. Ik heb ook de Vedische geschriften, de Bhagavad Gita, de Upanishads. Dan heb ik alles van Marcel Messing en ik heb ook nog heel veel occulte literatuur. En zo ontzettend veel over van McKenna en Jet McKenna. En dat is dan eigenlijk allemaal over het non-dualisme en waar je allemaal naar moet streven. En ik had die andere talk gedaan gistermorgen en daarna ging ik stofzuigen. En tijdens het stofzuigen, dat zijn van die momenten, dan ben je lekker met een leeg werkje bezig. Ik bedoel, daar hoef je niet bij na te denken. Je kent precies de hoekjes en de gaatjes waar de spinnenwebben zitten. Hè? Bij wijze van spreken. En toen kreeg ik een heel belangrijk inzicht. En ik ga het met jullie delen. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is ook een inzicht dat... ik loop al weken te denken over... Er zijn natuurlijk bepaalde stukken die gedeeld worden. En die zetten me allemaal aan te denken. Stukken waarin je wordt opgeroepen om vooral aan jezelf te werken. En dan zijn er weer anderen die zeggen, nee, je hoeft helemaal niet aan jezelf te werken. Je bent al klaar. Dan wordt daar weer gezegd, ja, maar dat is heel erg new age. En je bent al volmaakt en zo. Nou, ik denk dus dat de bedoeling is dat je inderdaad ontdekt dat je volmaakt bent. En zolang je dat niet ontdekt hebt, ben je aan jezelf aan het werken. Als je tenminste weet dat er iets te ontdekken valt, dan ben je aan jezelf aan het werken. En dan is dat werk aan jezelf vooral met het doel om te ontdekken. Om dat te ontdekken. Dus wat je aan het doen bent, is niet echt werken. Het is meer blootleggen. Het is meer het afpellen van laagjes, waardoor je bij je ware kern komt. Goed, toen dacht ik, ja, dat is allemaal prachtig. Wij werken ons te pletter. Ik zei ook al in die vorige talk van... Het idee dat je bijvoorbeeld zomaar iets zou krijgen zonder dat je ervoor hebt gewerkt. Dat mensen die niet werken en zomaar een uitkering krijgen, daar wordt eigenlijk negatief over geoordeeld. Toch? Je hoort te werken. Dat is de boodschap die we namelijk al miljoenen jaren meekrijgen. Wie niet werkt zal ook niet eten. En wat dan ook. Hè? Er zijn zoveel uitdrukkingen die daarmee samenhangen met de arbeid. Dat arbeid noodzakelijk is, dat je het moet doen en En ledigheid is des duivels oorkussen, dus dat is niks doen. Dat is van werk van de duivel, als je niks doet. Of als je alleen maar een beetje zit te lanterfanten. Zulke woorden ook, lanterfanten, wat is dat nou? Dat zijn eigenlijk hele leuke woorden. Goed, dus ik was erover aan het nadenken. Dat doe ik steeds. Ik denk altijd en ik voel. Het is altijd die twee, in afwisseling en samen. En toen kwam er iets in me op. En ik zal dat aan de hand van een... voorbeeld geven van een mooi voorbeeld. In onze schrijfgroep zat de laatste paar jaar iemand en dat was de dochter van een gevangenisbewaarder. En die had prachtige verhalen en die gebruikte ze ook in haar schrijfsels. Ze gebruikte dus haar ervaringen als kind die ze had om op te groeien in de gevangenis, want eigenlijk woonde ze in de gevangenis. Kan je nagaan. Haar vader had een grote bos sleutels, hè, zo weet je, zo. Rammelend liep hij door de gangen. En als kind mocht je ook natuurlijk bepaalde dingen helemaal niet binnen. En ik, volgens mij moest zij ook, als ze naar buiten ging, moesten ze allemaal deuren van het slot doen. Stel je nou voor, eigenlijk vrij, hoewel ze in de gevangenis woonden. Ze konden erin en eruit, min of meer vrij.
en die andere mensen niet. Maar stel je nou voor dat je in de gevangenis wordt geboren en je blijft daar, want jouw ouders zijn in de gevangenis en je kan er niet uit. En je leert dus gewoon al die regels van de gevangenis en je leert niet dat er buiten een wereld is waar je die regels allemaal niet hebt, waar je niet heel de tijd alles op slot, alles achter jou op slot wordt gedaan en alles achter slot wordt gedaan en waar je niet wordt vertrouwd met iets. Ik vond het een gevangenis wel een mooi voorbeeld, maar ook een spookhuis. Ik zei vanmorgen nog, het is ook net een spookhuis. Stel je bent in zo'n spookhuis en je bent daar je leven lang, je bent een kermiskind en jouw ouders hebben een spookhuis en je woont daar ook in. En je weet niet beter of het spookhuis is de wereld. Hè? Spookhuis is de wereld. Nou, dan weet je, ik weet niet of jullie spookhuizen van vroeger kennen. Als je daar doorheen liep, dan kwam er ineens, sprong er zo'n spook tegen je aan. Of een geest of een grote spin. Of allemaal dingen die heel griezelig zijn als je kind bent. En nu inmiddels hebben ze spookhuizen waar volwassenen het griezelig vinden. Dus dat is nog veel enger. Er gebeuren allerlei andere dingen. Maar het is allemaal de bedoeling om je schrik aan te jagen. Goed, stel je nou voor, dat is jouw leven. En je krijgt daar allemaal regeltjes mee. Denk erom, als je dat straatje neemt, moet je goed uitkijken, want je wordt besprongen. Denk erom dat je je beschermt. En zorg dat je heel goed van tevoren jezelf heel goed inpakt, want anders dan, weet ik, verkrijg je, of doe je regenjas, anders krijg je water over je heen. Of doe, enfin, allemaal regeltjes die je allemaal moet doen. En als jij ergens naartoe moet, bijvoorbeeld iets gaan doen, dan moet je dus een hele tocht maken door het spookhuis om bij dat plekje te komen waar je wil komen. Dus je moet jezelf beschermen, je moet door allerlei enge poortjes, je moet daar weer dingen uitdoen, daar weer dingen aandoen, daar weer spreuken zeggen, daar weer, kortom, het is een hele rituele gang om bijvoorbeeld terecht te kunnen bij je oma die aan de andere kant van het spookhuis woont. Ik verzin dit even, hè. Dus even een sprookje. En dat is dus jouw wereld. En dan komt er iemand en die zegt, maar je kan ook gewoon zonder al die spreuken, als je gewoon rechtdoor gaat, bij er in één keer en dan is het eigenlijk heel leuk. Dat ga je niet geloven. Dat ga je niet geloven. Je gaat geloven dat die persoon is heel gevaarlijk. Die brengt jou op een dwaalspoor. Die gaat zelf zeker helemaal te pletter lopen in dat spookhuis. Het gaat nooit goed komen met die persoon. En met jou ook niet als je hem zou volgen. Ga je dus niet doen. Nee, 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 nee. Je blijft al die rituelen doen, want stel je voor, er gebeuren verschrikkelijke dingen als je daar niet aan houdt. Dan wil ik even dat plaatje doortrekken naar onze wereld. Wij leven in een illusie. Hè? Er zijn inmiddels al heel veel van jullie die dat wel ergens begrijpen. Degenen die de Matrix hebben gezien, begrijpen het helemaal. Hè, het is een Matrix waar we in leven. Ik ben daar inmiddels wel zeker van. Het is een gekaapte wereld. En de wereld is gekaapt door bepaalde groeperingen, oorspronkelijk buitenaardse of nog steeds buitenaardse. En die hebben onder leiding van hun leider, en dat is de demiurg, zeg maar, of de ondergod Yahweh, of hoe je hem ook noemen wilt, hè, hebben die hier een beleid neergezet, waarbij dus al die regeltjes, waar ik er net al een paar van noemde, je moet werken, in het zweet des aanschijns zul je je brood verdienen, je kunt niet zomaar genieten van het leven, je moet er echt wat voor doen, je moet het verdienen, het gaat niet zomaar vanzelf, en alles is moeilijk hier en je moet altijd moeilijkheden overwinnen om ergens te komen. Dat zijn eigenlijk de lessen die je van kinds af aan meekrijgt in deze wereld. En er zijn misschien uitzonderingen, maar ik denk het niet. Ik denk dat er weinig uitzonderingen zijn, dat iedereen die boodschap heeft meegekregen. Je moet hard werken om hier iets te bereiken, om een opleiding te kunnen doen, om een diploma te verwerven, om een baan te krijgen, om de partner te vinden die je leuk vindt. Oh, moeten we daar moeite voor doen? Die komt echt niet zomaar op je pad, hè? Daar moet je van alles voor gedaan hebben. Je moet jezelf gereinigd hebben en je moet allerlei dingen hebben losgelaten en dan pas komt de juiste persoon op je pad. Dat zijn dus al de lessen die we dag in dag uit met de paplepel hebben binnengekregen. Maar de vraag is, klopt dit wel? Ik ga dus twijfelen aan dit hele concept. Ik heb eraan meegedaan, hè. Ik heb ook al die moeilijke wegen gedaan en ik geloofde ook allemaal dat het noodzakelijk is en waar is en belangrijk. En dat je al die, hoe moeilijker je leven is geweest, hoe beter je je ontwikkelt tot een spiritueel mens. Is dat zo? Het is een vraag die ik ook aan jullie stel, hè.
Want ik zat mij. Ik merk dus als er mensen zijn die het uit deze matrix komen, voorstellen als iets leuks, iets vrolijks, iets blijs, iets vreugdevols, dat er onmiddellijk allerlei mensen zijn die je op de vingers tikken. Ho, 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 dat gaat zomaar niet. Je kan hier zomaar niet uit deze gevangenis. Dan moet je eerst 20 gangen met sloten door en je moet allerlei spreuken zeggen en je moet geheime codes kennen en je moet dit en je moet dat en je moet door een soort, hoe heet dat, zo'n... wat de mensen die in legeropleiding zijn moeten doen, van die oefentrajecten waar je moet kruipen en klimmen en al die dingen moet je allemaal doen, anders kun je er echt niet uit. Hè? Als jij denkt dat je er zomaar uit kan, dan, nee hoor, dan ben je helemaal verkeerd bezig. Maar tijdens het stofzuigen kreeg ik zo'n inzicht, toen dacht ik, dat is misschien helemaal niet waar. Volgens mij kunnen we er wel uit. Waarom is de entree die ik in mijn hart heb zo blij en vrolijk en liefdevol en zonder straffen en zonder bedreigingen en zonder dat ik hele zware moeilijke opdrachten krijg. Waarom is dat? Om het te zeggen dat, ja, maar daarbuiten is het allemaal hard en moeilijk en moet je vreselijke dingen doen en je gaat er zomaar niet uitkomen. En dan beroepen deze mensen zich natuurlijk op de oude geschriften. Al die oude geschriften, de Upanishads, de Veda's, de Koran, de Torah, de Bijbel. Al die cultuurgeschiedenissen vertellen allemaal dezelfde horrorverhalen eigenlijk. Dat het dus een moeilijk proces zal zijn om eruit te komen. Het gaat je echt niet zomaar lukken. En de paar die dat zomaar gelukt is, die hebben een hele moeilijke, harde, moeilijke weg afgelegd. Met allerlei vallen en opstaan. En het is echt niet zo dat zomaar een makkie is en dat jij zomaar denkt dat je eruit kan. No way, hè? En toen dacht ik, ja, maar al deze mensen die dit schrijven, die zitten er allemaal in de gevangenis. Er is niet eentje die een boek schreef terwijl die er buiten zat. Terwijl die zei, jongens, ik kijk ernaar en jullie maken het je veel te moeilijk. Ik zie jullie allemaal worstelen, maar het kan ook makkelijk, hoor. Gooi die sleutels weg en doe die deuren gewoon open en stap eruit. Niemand, hè? Want er is niemand die hier een boek heeft die van buiten komt. Toch wel een paar. Want als ik bijvoorbeeld dat boek van Eben Alexander lees, Na dit leven, en hij heeft nog een tweede geschreven, en ik heb filmpjes van hem gezien, dan denk ik, die man die mag tijdens een bijna dodelijke ziekte, terwijl hij in coma is, beleeft hij een fantastische reis. En wat is de kern de hele tijd in die reis? Alles is liefde. Alles is liefde. Dat is eigenlijk de kernboodschap van die hele reis die hij maakt. Je wordt niet gestraft, je wordt ontzettend bemind. Er wordt heel erg veel van je gehouden. Je bent goed zoals je bent. Dat goed en kwaad is alleen maar op de aarde. En het is één halleluja verhaal waar je heel blij van wordt. En dan is er aan de andere kant, wordt het er steeds gezegd, maar zo is het niet, hoor. Ja, misschien als je één keer daar bent, maar daar gaat heel lang overheen. Want voordat moet je bergen beklimmen, je moet de oceanen oversteken, je moet diepzee duiken. Enfin, ik noem maar wat verhullende woorden voor wat je allemaal zou moeten doen. En eigenlijk terwijl ik dat aan het bedenken was, dacht ik, ergens klopt er iets niet. We houden ons samen, houden we met elkaar in de gevangenis. Al die boeken en al die verhalen die zeggen hoe zwaar en moeilijk het er is. De Gnosis, de Essenen, de Kataren. Waren allemaal mensen die beschreven terwijl ze hier waren. Ze beschreven het vanuit de gevangenis zelf. Nou, ik stel je voor, je laat iemand die in de gevangenis is geboren, wat heel goed kan. In India en in Amerika zijn er gevangenissen waar je voor heel weinig op je kerfstok levenslang gevangen zit. En waar je dus gewoon relaties aangaat en... Nou, in Amerika is dat moeilijker, denk ik, maar in India kan dat zeker. En dan krijg je gewoon kinderen. En die kinderen, die kennen niks anders dan de gevangenis. Stel, laat die nou eens een boek schrijven over het leven. En hoe je uiteindelijk op kunt gaan naar een beter leven. Dat zal geen sprookje zijn. Of misschien wel een sprookje, want die zijn ook vaak nogal gruwelijk. Maar het zal niet een vrolijk verhaal zijn. Niet van, je stapt gewoon buiten en dan ben je in de zon en daar is alles prachtig. Nee, dan krijg je ook zo'n horrorverhaal van, je moet eerst dit overwinnen, je moet dat en je moet zus en je moet zo. En
En als je uit die gevangenis wil ontsnappen, zonder dat je al die protocollen volgt die er eigenlijk voor staan, hè, dat je dus je leven moet gebeterd hebben, dat je berouw moet hebben, dat je heel goed moet laten zien hoe een goed mens je bent. En je wil er dan uit, ook dan is het heel moeilijk als je wil uitbreken. Dan moet je ook allerlei dingen doen. Dan moet je mensen een brood laten meebrengen met een mes erin bijvoorbeeld, om tralies door te zagen. Of wat dan ook, hè, voor dingen om eruit te kunnen komen. Dus het wordt van alle kanten altijd voorgesteld als iets verschrikkelijks om eruit te komen. Een hele zware, zware, zware opgave. Terwijl als iemand aan de buitenkant een kind een verhaal zou schrijven hoe het is, en dat kind is niet, woont niet in een sloppenwijk in India en heeft gewoon een ouders die een behoorlijk huis hebben en het kan naar school en het heeft vriendjes en het kan in de vakantie naar het zwembad of naar de zee, dan krijg je een totaal ander verhaal. En dat is dan alleen in de gevangenis en erbuiten. Terwijl erbuiten is natuurlijk ook nog steeds de gevangenis. Dus ik dacht eigenlijk, ik denk dat we met ons allen eigenlijk een beetje bedrogen worden. En dat we ons laten bedriegen. Ik denk dat alle doemverhalen van denk maar niet dat je er zomaar uit kunt. Van de gnosis en van de... En de New Age heeft hun eigen doemverhalen. Die hebben weer andere dingen. Hoewel er daar wel in gezegd werd soms dat het niet zo moeilijk zou zijn. Niet zo hard. En wij zijn dus intussen allemaal maar heel hard bezig om te werken aan onszelf. Wat volgens mij helemaal niet moet. Je moet alleen laagjes eraf halen. Al die laagjes angst bijvoorbeeld. En al die overtuigingen dat je hard moet werken. Die moeten er allemaal af. Weg. Weg. Het is zoals die jas. Je doet dat schilderij daar. Je doet die jas uit en daaronder zit die vrouw. En dan doe je weer jasjes uit en trui en daaronder zit een jong meisje. En uiteindelijk kom je bij dat pure kind die nog helemaal niet verpest is door de samenleving. Die nog weet hoe het echt is. Die nog onbedorven is, onbeïnvloed. En volgens mij is het dat. Zijn al die dingen van het moet moeilijk en zwaar zijn, is eigenlijk fake. Misschien ook wel, of wel zeker ingebracht door degene die deze gevangenis gecreëerd hebben voor ons. Maar wij zijn zelf de beste gevangenisbewaarders geworden. Wij houden mensen die denken dat het een makkie is, die trekken we terug. Je kent dat wel, hè? Dus zijn als eentje zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan zorgen we er wel voor dat die afgekapt wordt. Kom jij eens vlug even terug, want zo werkt het niet. Je moet net als ons hard werken. Hard werken aan jezelf. Alles opruimen. Nu moet ik zeggen, het is wel handig hoor. Want die laagjes die eraan zitten en die je er wel af moet halen. Dat klopt natuurlijk wel. Die trauma's en zo. Maar je hoeft je dus niet te verbeteren. Je hoeft je alleen maar te ontdekken. Bloot te leggen. En als het bloot ligt, dan heb je wie je werkelijk bent. Dat is eigenlijk het enige. Dus je hoeft niet te ontwikkelen, maar ontdekken. Het dek eraf. Of de wikkels eraf, dan klopt het ook weer. Je moet de wikkels eraf halen. Er zitten heel veel laagjes over jou heen, om jou heen. En die laagjes verhinderen dat je zelf voelt wie je werkelijk bent. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Dus je moet alle conditioneringen kwijtraken. Nou, als je nou zegt dat is hard werken, ja, dat is niet gemakkelijk. Aan de andere kant, als je het één keer door hebt, dan... Is het gewoon een uurtje per dag zelfreflecties voldoende? Waar zitten mijn conditioneringen? Waar zitten mijn overtuigingen? En waarom heb ik die nog, die overtuigingen? Waarom heb ik de overtuiging dat je per se moet werken voor brood? Dat je geen recht hebt op eten als je niet werkt? Wat is dit voor een onzin? Het is toch voor een onzin? De natuur is er voor iedereen. Alleen in de loop der tijden heeft iedereen hekjes gezet rond elk stukje natuur. He, er is bijna geen natuur meer wat niet van iemand is. Maar de aarde is toevallig van ons allemaal. Er is eigenlijk niemand die recht heeft om te zeggen, deze 5 hectare zijn van mij. Of dit bos is van mij. Toch doen mensen niks anders. He. Ze zetten er paaltjes omheen en prikkeldraad en een hek ervoor, verboden toegang. Belachelijk, hè? Echt belachelijk. Als we de aarde, als we al die hekken zouden weghalen. En iedereen toegang verlenen tot tot de bossen en de weiden en de tuinen. Is niemand die honger hoeft te hebben. Niemand.
We gingen gisteren even een kerstboom kopen. En we komen langs een huis. En daar staat een enorme boom in de tuin. Die is ook echt hoog. Ik denk dat die wel 5 meter hoog is of zo. 4 zeker. En die hangt nog vol met kakifruit. Kakifruit, dat ziet er eigenlijk uit als een beetje midden tussen een tomaat en een appel. Heeft de kleur van een tomaat, dus het is meer oranje-rood. Heeft de vorm van een appel en er zit een rond kroontje op. En heeft de structuur ook een beetje tussen een appel en een tomaat. Hij is zachter dan een appel en harder dan een tomaat. En het is fruit en het is een bom voor vitamine C, bomvol. En we verbaasden ons erover dat die boom nog bijna vol hing met dat fruit. En toen zeiden we, stel je nou toch voor dat je zo'n boom hebt en die hangt vol. Dan zet je toch gewoon je tuinhekje open met een bordje eraan. Kom kakifruit plukken, zoveel als je wilt. Ik zou dat doen. Echt, ik zou dat doen. Of ik zou het zelf plukken en aan de weg zetten. Mensen neem mee. Het is een beetje een vrucht die zo eind september, nee eigenlijk oktober, november wordt geoogst. Dus het is nu al een beetje geweest. Maar een ontzettende vitaminebron. En er zijn mensen die dat doen, hè. Die zetten gewoon bakken met pompoenen langs de kant van de weg. En dan mag je voor 50 cent een pompoen meenemen. Prachtig. Als je dat wil, als je er geld voor wil, kun je dat ook nog doen. Maar alles is beter dan dat die dingen daar aan de boom hangen te verrotten, toch? Dat is toch heel erg. En dat zie je ook wel met appelbomen, met pruimenbomen. Mensen hebben dan veel te veel voor zichzelf alleen, maar ze laten het liever rot worden dan dat ze zeggen, kom jij het maar plukken? Of kom jij het maar plukken? Of kom het samen plukken en zet het aan de weg? Nee, dat is, nou ja, dat zijn van die dingen, dat zijn een soort van die overtuigingen van, als je het al plukt, moet je het zelf opeten. En als je het niet meer nodig hebt, nou dan laat je het hangen. En als je het niet nodig hebt, dan verkoop je het. En dan moet je er toch minstens iets voor krijgen. Om die reden zie je ook dat mensen in bepaalde periodes in het jaar, dat er groente en fruit wordt doorgedraaid. Doorgedraaid, jullie weten wel wat dat is. En natuurlijk, de economische redenatie daarachter begrijp ik. Die mensen krijgen te weinig voor hun product. En dan is het goedkoper om het door te draaien. Maar dan denk ik, er zijn gelukkig ook mensen die dan hun voorraad naar de Resto du Coeur brengen. Dat is hier de voedselbank. Gelukkig zijn die mensen er ook. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die dan zeggen, oké, als ik er niks voor krijg, dan draai ik het door. En die gooien het eigenlijk gewoon weg. Dan zie je van die hele bermen volgestort met fruit. Dat is toch echt om te huilen. Wat voor een doorgedraaide wereld leven we dan, hè? Als dingen zo gaan. Maar goed, dat komt omdat we met ons allen dus in mijn idee, in die gevangenis zitten. En de tralien van die gevangenis, dat zijn onze belemmerende, beperkende overtuigingen. En die overtuigingen die we met de paplepel hebben meegekregen van, je moet werken voor je eten. Je mag niet zomaar gelukkig zijn zonder dat je er iets voor hebt gedaan. Je moet alles verdienen. Heb je het wel verdiend, is ook zo'n vraag. Hey, iemand zegt, oh, ik zit nu lekker te genieten. En zegt iemand, heb je het eigenlijk wel verdiend? Het is toch te van de zotte dat we zoiets vragen. We leren het kinderen al, ja, maar je krijgt niet zomaar iets, daar moet je wel wat voor doen. Je moet eerst de auto wassen, anders mag je niet vanmiddag naar het zwembad, om maar eens iets te noemen. Of je moet eerst je moeder helpen. Ik ben ook zo opgevoed. Ik mocht niet lezen, ik moest eerst mijn moeder helpen. Alleen, het helpen van mijn moeder was zo eindeloos, er kwam nooit lezen. Volgde nooit, want mijn moeder had nooit een moment dat het klaar was. Dan kun je dit nog doen, en dan kun je dat nog doen, en dan kun je zus nog doen. En uiteindelijk was het 's avonds en was de dag om en had ik geen 5 minuten vrij gekregen om te lezen. Dus ik las in bed, want ik vond dat ik het wel verdiende eigenlijk. Met mijn vaders zaklicht las ik dan. En mijn moeder vond eigenlijk nooit dat ik iets verdiende, nooit. En mijn moeder dacht ook heel erg dat in alles wat je van iemand kreeg, dat je nooit zomaar iets kon krijgen. Dat was dus wat dat betreft aan in mijn moeder, misschien ook wel aan andere mensen in haar familie, iets mis met het geven en nemen principe. Want ik weet nog dat ik een keer van mijn eerste man, waar ik uiteindelijk, toen was ik nog niet met hem getrouwd, had ik een
Hij had al een baan en een goede baan, hij verdiende goed. En ik was nog maar leerling verpleegkundige, dus ik verdiende nog heel weinig. En had ik van hem een pakje gekregen, een rok met een jasje. Nee, het was een broek met een jasje, van ribfluweel. Heel leuk, heel fijn, mooi. Mijn moeder ziet dat, zegt niet van, god, wat een mooi pakje. Nee, ze zegt, hoe kom je eraan? Ik zei, dat heb ik gekregen. Oh, zei ze, dat zul je wel niet voor niks hebben gekregen. Dan zul je wel voor op je rug hebben moeten gaan liggen. Nou, ik vond dat echt zo schokkend dat ze dat zei, dat ze dat dacht. Ongelooflijk dat mensen dus zulke dingen kunnen denken. Dus je kan zien dat die overtuigingen van dat je nooit iets zomaar kunt krijgen en dat er altijd iets aan vast zit, maar meestal iets wat je niet graag doet. Mijn moeder hield er absoluut niet van het lichamelijk vrije en het lichamelijk helemaal niet. Ze hield ook niet van knuffelen. Dus ze was eigenlijk heel afstandelijk. Dus het idee dat je, nou ja, dat was in haar ogen dus blijkbaar al verschrikkelijk. Maar dan kun je zien hoe gehersenspoeld iemand is door die ideeën van dat je zomaar iets krijgt, dat is absoluut onmogelijk. Terwijl ik denk, hoe heerlijk is het niet om iemand zomaar iets te geven omdat je die persoon graag ziet, omdat je van die persoon houdt, zonder dat er iets tegenover staat. Dat is toch heerlijk, maar dat kwam in mijn moeders woordenboek en wereldboek niet voor. Dat kon niet. Je moest wel iets hebben gedaan om dat te krijgen. En eigenlijk was zij dus ook daarin heel erg gevangen. Maar dat zijn dus zoveel mensen. En eigenlijk wil ik jullie eens vragen om eens na te denken over jezelf. Hoe zit dat nou bij mij? Zit ik ook vast aan die overtuiging dat je alles moet verdienen? En als dus die plek is waar die Eben Alexander is geweest, die plek waar die kwam, terwijl hij een gewoon mens was, niet uitzonderlijk goed. Hij was ook helemaal niet spiritueel bezig. In feite helemaal niet. Hij geloofde namelijk niet in een leven na de dood. Hij was helemaal een wetenschapper, zoals we er momenteel veel te veel hebben. Wetenschappers die echt denken dat materie alles is. Nou, zo een was hij er dus ook. En hij kreeg een cadeau. Moest daar wel even ziek voor worden, anders was het natuurlijk nooit gelukt om hem zoiets te laten beleven. Hij was een uitverkorene. Die ziekte is uiteindelijk een hele grote zegen geworden voor hem. Dus je kunt in dat geval niet zeggen, hij heeft die ziekte per se moeten doormaken om daar te kunnen komen, want zo was het eigenlijk niet. Dat zou het zijn als iemand al daarmee bezig was en zegt van ja, en nu door die ziekte ben ik opeens ben ik nu wel zo ver gekomen, maar dat was bij hem niet, speelde helemaal niet. Hij werd gewoon heel ziek, hij raakte in een coma, hij raakt hersendood. Volgens de apparatuur was hij hersendood. En ondertussen maakte zijn ziel een prachtige reis aan de andere kant, begeleid door een vlinder, maar daarop een meisje. En achteraf, toen hij weer terug bij kwam en alles weer terug op zijn pootjes begon te komen, want hij was een tijd lang in coma geweest, dus hij moest wel heel goed herstellen, hè, want alles ligt dan stil, dus je moet weer revalideren. Toen ontdekte hij dat meisje zijn overleden biologische zusje was, die nooit had gekend, omdat hij geadopteerd was. En hij was dus bij een andere familie opgegroeid dan bij zijn eigen biologische ouders. Maar dat meisje was zijn biologische zusje volledig. En die was overleden en hij hoorde dat pas na zijn... Nee, hij had het wel gehoord voor zijn dood. Maar pas na zijn dood zag hij daar foto's van dat meisje. En toen zag hij dat zij hem begeleid had op die reis aan de andere kant. En dat zij hem de hele tijd had laten voelen op een telepathische manier. Dat alles aan de andere kant liefde is. Nou, je kunt je toch niet voorstellen dat de creator, die ook volledig liefde is, en de plek waar we naartoe gaan, die ook volledig liefde is, dat die ons in een wereld zetten waar alles verdiend moet worden. Waar eigenlijk niks liefde is. Waar je liefde moet verdienen, waar je hard moet werken om het te krijgen. Als je niet lief bent, hè, dan als je dit en dat niet doet, dan vind ik je niet meer lief. Dat zijn zo'n beetje de basisdingen waar ieder kind mee opgroeit. Hier, in deze gevangenisplaneet. Want dat is het eigenlijk. Denk daar eens over na. Denk je dat dat zo is? Denk je dat de creator iets creëert hier waarin we
Het leven is hier natuurlijk al verschrikkelijk moeilijk en hard, maar waarin je ook nog keihard moet werken om iets te verdienen en om uiteindelijk daar te mogen komen, dat is toch helemaal niet logisch? Wij mogen van alles ervaren, maar we hoeven ons niet te pletter te werken. Dat is nu mijn overtuiging, we hoeven ons niet te pletter te werken. We hoeven alleen maar onszelf heel liefdevol en zachtjes uit al die overtollige ballast te wikkelen. Al die overtuigingen die we hebben meegekregen van de religies, die ook allemaal zo denken. Hè? Er is geen religie waar je zomaar gratis de hemel zou kunnen binnenkomen. Oh nee, je moet aflaten kopen, je moet heel veel missen laten opdragen, of je moet heel veel bijbels lezen, of je moet elke dag bidden, of je moet, noem het maar op. De lijst is eindeloos, anders ga je daar niet binnenkomen. Het is toch niet logisch, mensen? Het is zo tegenstrijdig, waarom ziet niemand dat? Ben ik nu de enige die dat ziet? Of zien jullie het ook? We hoeven alleen maar de laagjes eraf te wikkelen. En dan zijn we klaar. En dan zijn we zelf ook liefde, want we komen uit die bron van liefde voort. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar door te gaan tot we alleen maar pure liefde zijn. Dat is alles wat we moeten doen. En dat doen we natuurlijk met een heleboel dingen die ik al heb gezegd. Trouw zijn aan jezelf. Het pad van je innerlijke ziel volgen. En dat wordt je aangegeven door je hart. En luister naar je innerlijke stem. En dat is je geweten. En nee, geloof het maar niet hoor, dat je nog steeds maar te horen krijgt dat je nog lang niet goed genoeg bent en zo. Het is onzin. En dit wat ik nu zeg is helemaal geen New Age verhaal. Ik ben geen New Age fan. Helemaal niet. Daar kreeg ik ook al iets van. Maar dit is volgens mij gewoon een ontdekking die ik doe. Ik ga het natuurlijk nog even in mijn hart vragen of het klopt. Maar eigenlijk voel ik dat het klopt. Ik ga het nog eens aan Jezus vragen. Nou, ik wens jullie een hele fijne week en er komen nog wel weer andere. En ik krijg graag reacties van jullie. Ik vind het altijd boeiend om te horen hoe jullie erover denken. En als je het er niet mee eens bent, graag goede argumenten. Die hout snijden, waardoor ik weer wordt aangespoord om na te denken van, oh ja, daar heb ik nog niet aan gedacht of zo. En verder, nou, like hem, deel hem en houd van jezelf zoals je bent en wikkel die laagjes eraf, zou ik zeggen. Nou, tot de volgende.